eens gaan zitten. Gewoon als even vast. Kom op, nou, we zijn nog niet het land, hoor. We zijn nog niet het land. Sorry, misverstandje. Maar we zijn wel aan het dalen. Voel je? We zijn wel aan het dalen. Vind ik ook lekker. Op dalen. Ik hou van dalen. Lekker dalen. Maar voor we zo gaan landen, dames en heren, zou ik nog even bij u langskomen met een cadeauartikel. Dit is een trolley met cadeauartikelen. We hebben, we moeten ook de bijbehorende prijs, dat kan ik wel even vertellen, dames en heren. Zit in het stoeltje voor u en als u met gepast geld wilt betalen, heel graag. We hebben heel weinig wisselgeld. We hebben verdomme lekker dalen, lekker. Wat hebben we voor cadeauartikelen? Even kijken hoor. We hebben parfums, we hebben horloges, we hebben tijdschriften, hartstikke leuke dingen. Heel goed mevrouw, u vliegt vaker met ons. Ik hoor die mevrouw roepen, hou, 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 hou. Wat is de maandaanbieding van deze maand? Van deze maatschappij heeft altijd een maandaanbieding. Hartstikke leuk. Nu ook weer. En de maandaanbieding van deze maand van deze maatschappij is hartstikke leuk. Namelijk stewardess Barbie, piloot Ken. Hartstikke gezellig. Er zijn ook bijbehorende Barbie-artikelen bij. Zoals de Barbie pony, Barbie vriendin. Er is porno Barbie, ook altijd gezellig. En wat heel belangrijk is, is het kogelvrije kapsel van Ken. Ik heb nog niet in de spiegel gekeken, maar geloof wel, dames en heren. Goed, dus even zoeken, waar zijn ze? Hier zijn ze, dames en heren. Nou, dit zijn ze, heb ik al verteld. Het is een duo, het is een setje. Ze horen bij elkaar. Maar als u per se wil, echt per se wil, dan ken ik hem, ken apart kopen. Kan, ken. U ken dus apart, dat u niet achteraf zegt, ga ik ken doen apart, kan ik kopen, dan moet ik zeggen dat kom. Kon niet, ken nog steeds. U ken, even wel, als u zegt, hoef die blonde snol niet, prima. Dan ken, kan, apart, ken, dat kan, ken. En misschien ken, die kan ook wel dus zeggen, hé, dat is ken, dat kan. Dat kan. Hoi, ken, hallo, ik ken, ja, dat kan, kan. Dus nogmaals, god, ik loop helemaal vast. Ken dus apart, worden gekost. Zo, ken, prima. Godzame. Maar het is leuk als ze bij elkaar blijven, hoor. Want ik zeg wel eens, wie Barbie kent, zou ken ook kunnen, kan ook kunnen kennen, kan, ken. Het zou leuk zijn als ze bij elkaar blijven, want Ken zit een beetje in een depressie. Want Ken het woord kan verwerken. Ken kan het woord. Concentreer. Ken het woord kan verwerken. Dat de Barbie-man kloteloos, leuteloos door het leven moet. Ik zeg wel eens: Ken is een bikkel, maar dan zonder snikkel. Er is nog wel met de Barbie-fabriek gebeld, maar ook zij kan er niks meer van kan betekenen. Ach, ze waren zo verliefd op elkaar. Barbie zal nooit een moment vergeten waarop ze kennen alleen kunnen. Kunnen alleen kennen. Ze waren samen op een feestje, maar de kennis van kan. Kennis van ken. Kennis. Godsamme, kennis. Van kan. En ze was naar toe gerend, ze had gezegd, hey, zou het kennen zijn dat je ergens van kunnen kennen? Ken. Maar ja, ken nou natuurlijk geen verkeering. Want bij verkeering moet toch een keer de broek naar beneden. Hing alleen maar een platte champignon. Dus hij kwam niet onderuit en er kwam een dag dat Ken moest bekennen. Bekennen. En ze gingen naar een restaurant en hij liet zijn broek zakken. Kijk eens Barbie, ik heb helemaal niks. En Barbie schrikt ervan en ze roept, nou, zo Ken die dan weer kan. Ach, maar je moest ook voorzichtig met zijn, het was een gevoelige jongen. Ze wist dat je bij Ken nooit onder zijn kant kon. Ken. Oh, hij was zo populair op de gang, zonder een hele rij mokkels om op te wachten. Weet je wat, zei Barbie, dan maar geen seks, we doen gewoon een spelletje. En Barbie pakt een pakje kaarten en ze zegt, kom, we gaan een potje kinasta, kunasta, kon, kip, we gaan Monopoly. En volgende Barbie pakt de dobbelstenen en gooit de dobbelstenen zo wat tegen het plafond. En Ken zegt, wat doe je nou? Ja, die hoogschooi mag beginnen. Hé, hey, het is mooi weer, we gaan naar buiten, dan gaan we barbecuen. Ik moet piezen. Ken, die heeft de kunstacademie gedaan, die heeft een kentekenbewijs. En mijn zus in Amerika, die woont in Kentucky. Hé, jongens, ik ben bezig. Nee, ik heb toch personeel. Wat is het nou toch? Ik kan toch niet allemaal doen, jongens, allemaal. Ja, ja, ja.